Goedemorgen, welkom op de jaarmarkt van Vlees en Beek. Doe naar veel maar. Ja. 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 Kijken of naar door kijken. Ja. 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 Guus Krabbe, gemeenteraadslid in Sint-Pietersleeuw, maar vandaag ben ik secretaris van de trekpaardenjury hier in Vlees en Beek, een deelgemeente van Sint-Pietersleeuw. Vlees en Beek ligt net buiten de ring, dus wij grenzen aan het grote stedelijk gebied van Brussel. De invloed van Anderlecht is hier al sterk aanwezig, maar toch houden wij eraan van onze jaarmarkt elk jaar
dus ook in de deelgemeente van Sint-Pietersleeuw in stand te houden. Hier in Vlezenbeek specifiek, aardbeiendorp, ik zou bijna zeggen de wieg van de aardbeienteelt. Momenteel zijn er nog 3-4 telers in de deelgemeente. Maar vroeger had iedereen dat hier als bijverdienste. Vlezenbeek was vroeger ook gekend voor de kersen. Dus ook een fruitgemeente toch. Wat kan ik daar nog meer over zeggen? Er zijn hier ook nog 2-3 trekpaardenkwekers. Ikzelf als hobby houd ook dus 3 trekpaarden in stand om als levend monument hier in de weiden te bezichtigen voor de, ja, de toeristen, zeg maar. Hè. Want we zijn hier ook dicht bij het domein van Gaasbeek, het park van Groenenberg. We hebben hier verschillende grote instellingen, zoals het revalidatieziekenhuis Inkendaal. We hebben de mooiste rozentuin ook in Sint-Pietersleeuw, van Europa zelfs. En dergelijke toeristische aantrekkingspolen. Ik mag ook een beetje naar de blinkerkant.